altijd alleen. Dit is mijn neefje Kevin. En hij zegt, hoi jongens, ik ben Kevin. En ik heb er zoveel zin in dat jullie met ons meegaan naar Parijs. Ik ook, Kevin. Ik vind het zo leuk. En jullie moeten even het huis gaan ontdekken. Voordat we natuurlijk iets anders gaan doen. Dus ga maar even rondkijken. Oké, Kevin, als jij het zegt. Het huis is ook echt zo mooi natuurlijk. Kijk met die kerstboom hier en dat lekkere warme open haartje. Het is zo warm hier zo. Ik hou echt van het huis. En ik kan niet wachten om naar Parijs te gaan morgen. Kevin zegt dat mama zei dat we onze koffers moesten inpakken. Oké, Kevin, als jij het zegt. En dan zegt zoek naar kleding in deze kamer. Oké, laten we dat doen. Achter jou hangt namelijk mijn favoriete shirt. Dus laten we die zeker meenemen naar Parijs. Laten we hier wat shirts meenemen. Natuurlijk een broek die hier ligt. Nog een broek. En wat kleding van bed. Kevin, ik ben klaar. Ik heb alles verzameld. Mijn koffer is ingepakt. Wat was dat geluid, Kevin? Hoorde jij dat ook? Ik hoorde wel een raar geluid. Het kwam van buiten volgens mij. Laten we bij het raam kijken. En wie is deze oude meneer genaamd Jolly? En hij zegt, oh, dat is oude meneer Jolly. Blijf uit zijn buurt. En waarom klippert dat lampje van de lantaarnpaal zo? En ze zeggen dat hij een moordenaar is. Hij heeft wel een enge schep vast. En wat is die prullenbak daar? Dat is waar hij al zijn lichamen in bewaart van alle slachtoffers. Hij heeft ons gezien. Hij heeft ons gezien. Hij kijkt mijn kant op, Kevin. Hij kijkt mijn kant op. Wat moet ik nu doen? Hij zegt, ik denk dat het wel goed komt met ons. Laten we naar beneden gaan. Ik denk dat het tijd is voor het eten. Oftewel het avondeten. Oké, Kevin, als jij het zegt. Ik weet nou niet wat het was met Jolly. Moeten we dat vertellen aan mama? Mama zegt, oké, iedereen. We gaan natuurlijk morgen op vakantie. Dus vanavond gaan we heerlijk eten. Oké, mam. En ze zegt, ik hoop dat jullie gaan genieten van de kalkoenenpoten. Oh, mam, je weet dat ik niet zo van kip hou. Maar ja, kalkoen hoort erbij. Oh, Kevin wil wat zeggen. Hij zegt, mam, dit etentje is verschrikkelijk. Kevin, dat mag je niet zeggen. Mama wordt boos. Oh nee. Mama zegt, Kevin, hoe durf je dat te zeggen tegen je moeder? Oké, we krijgen straf door jou, Kevin. En Kevin zegt, ik ben gewoon eerlijk, oké? Kevin, dat is soms niet het beste om te doen, oké? Dat je er niet van houdt. En mama zegt, dat is genoeg, Kevin. Je gaat nu maar eens even een pauze houden in de nacht. Hoe bedoel je? En ze zegt, ga maar naar zolder. Samen met al je vrienden. Oh nee. Oh. Mama is mega boos. Blijf maar op zolder, want morgen maken jullie wakker om naar Parijs te gaan. Oké, mam, het spijt ons van Kevin. En Kevin zegt, ik wou dat ik nooit met jullie te maken had en dat ik jullie nooit meer hoefde te zien. Kevin, dat is niet lief. Je hebt mama nu denk ik nog bozer gemaakt. En ze zegt, wow, dat doet een beetje pijn, Kevin. Dat is ook niet zo aardig om te horen. En ze loopt weg en ze gooit de deur dicht. Oké, Kevin, dat was nou niet zo heel erg handig. En Kevin zegt, laten we gewoon naar bed gaan. Morgen gaan we naar Parijs. Dat is waar, maar je moet wel wat aardiger doen tegen mama. Slaap lekker. Oh, kunnen jullie ophouden met dat lawaai alsjeblieft? Ik probeer te slapen. En wat is dat daar? Wie zijn dit? Dit lijkt op twee dieven. En hij zegt, oh, ik kan echt niet wachten totdat deze familie gaat vertrekken op vakantie morgen. En Harry zegt, ik ook niet. Een leeg huis beroven is namelijk zo makkelijk. Dit zijn echt dieven. Marv zegt, laten we gaan uitrusten. Morgen stelen we alles uit dit huis. Het is 11 uur. Iemand zegt, wakker worden, we zijn te laat. Te laat voor wat? En Kevin zegt, oh nee, het is 11 uur. We moesten 2 uur geleden al vertrekken. Dat meen je niet. Hoe kan het dat mama en papa zich ook hebben verslapen? Laten we ze snel wakker maken natuurlijk. Oké, rennen naar beneden. Pap, mam, zijn jullie ergens? Hallo? Ik kan ze hier nergens vinden. Je wilt toch niet vertellen dat ze zonder ons zijn gegaan? Nee, dat kan haast niet. Dat zouden papa en mama nooit doen. Kevin vroeg of we ze ergens hadden gezien. En hij zegt, laten we de kelder gaan bekijken. Oh nee, niet zo'n akelig deurtje. En hij slikt eventjes. Kevin, je weet dat ik niet van de kelder hou. Ik vind het maar een enge plek om te zijn. Laten we kijken wat we hier hebben. Wat is dit? We hebben hier natuurlijk een kast waar we ons kunnen verstoppen. En we hebben een hele enge oven. Het wordt ook opeens mistig of zo. Staat de oven misschien daar? Kevin zegt, ik ben echt mega bang voor de oven. Laten we gewoon weer teruggaan naar boven. Ondertussen in het vliegtuig. Het voelt een beetje raar. Alsof ik iets ben vergeten of iets. En papa zegt, oh, dat denk je altijd. Alles is in orde. Maak je niet zo zorgen. Jeetje. En toen bedacht mama zich aan haar gezicht te zien dat ze mij en Kevin is vergeten. En de andere kinderen. Oh nee, wacht eens even. Dit zijn die inbrekers. Harry en Marv. En hij zegt, oh, eindelijk. De familie is een week weg. Alleen weten ze niet dat wij nog wel thuis zijn. De familie is weg, maar ze zijn ons vergeten. En Marv zegt, ik kan niet wachten om het huis te beroven. Dit lijkt me niet heel handig. Kevin zegt, heeft iemand de autodeur gehoord? Ik hoorde het geluid van een autodeur. En een andere speler zegt, wie zou hier op dit moment nou kunnen zijn? Het is mega laat. En we moeten natuurlijk de schakelaar gaan vinden van de buitenlampen. Als we die aanzetten hier zo, dan kunnen we natuurlijk misschien de dieven verjagen. Dat ze denken dat er wel iemand thuis is. Zo, we hebben de lamp aangedaan en Harry en de andere dief staan voor de deur en zeggen, ik dacht dat er niemand thuis was. Ja, er zijn wel mensen thuis. En Marv zegt, nou, ze zouden toch allemaal vanmorgen naar Parijs vertrekken? Ze zeggen, laat om 9 uur terugkomen, wanneer er niemand is. Dus ze komen nog terug. En Kevin zegt, deze twee vreemdelingen wouden ons beroven. En een andere speler zegt, we moeten voorbereid zijn op wanneer ze terugkomen. Daar ben ik het mee eens, Kevin. Laten we naar de winkel gaan. We zijn bij de winkel aangekomen en Kevin heeft een boodschappenlijstje. Een hamer, lijm, touw en hout. Ik weet niet wat ze met hout en lijm en een hamer en dat soort dingetjes gaan doen. Maar laten we opsplitsen en het allemaal gaan zoeken. Kijk eens aan, hier ligt dit. Dat nemen we zeker mee. Ik zie daarachter de hamer. Kijk eens aan, die hebben we ook. En we hebben alle spullen al verzameld. Laten we weer terug gaan naar huis. Eerst betalen natuurlijk. Kevin zegt, volg mij. Laten we naar huis lopen. Is goed, Kevin. Ik volg jou. Deze kant op. En iemand zegt, Kevin, waarom volgt er een busje ons? Wacht eens even. Dat lijkt op het busje van de inbrekers. En Kevin zegt, dat zijn de inbrekers. Rennen, moeten ze kwijtraken. Oké, Kevin, ik volg jou. Ik volg jou. Kevin, weet je zeker dat het de juiste route is via het bos hier zo? Het is een beetje eng en donker. Het lijkt erop dat ons huis aan de overkant is van dit riviertje hier. Alleen moeten we eerst via allemaal dingen over het ijs. Oké. Het ijs lijkt eigenlijk niet echt bevroren, maar oké. En Kevin zegt, we hebben geen keus. We moeten oversteken, oké, met z'n allen. Als je hier naar beneden valt, dan is het gewoon gedaan. Dan kom je gewoon niet meer tot leven. Oké, we moeten met z'n allen naar de overkant, oké. Iedereen voor zich, kom op. Pas op dat je niet uitglijdt. En ik ben er. En de rest gelukkig ook. Ze zijn volgens mij wel... Daar ging iemand. Kevin zegt, eindelijk. Laten we naar huis gaan. Goed plan, Kevin. Nee. Dit is die oude meneer weer. Die moordenaar. En iemand zegt, oh, dit is oude meneer Jolly. En hij zegt, hoi kinderen. Ik kan wel €1 gebruiken. Oude meneer Jolly. En iemand zegt, blijf van ons af, oude meneer. Pas op, iemand staat er dichtbij. En hij zegt, alsjeblieft. Wat gaan we doen met de oude meneer? En iemand zegt, misschien moeten we hem echt €1 geven. Weet je wat? Laten we hem €1 geven. We mogen met z'n allen stemmen. En ik denk dat ik dat wel wil doen. Misschien zijn het gewoon maar verhalen wat we hebben gehoord over Jolly. En is het helemaal niet waar. Hij zegt, dankjewel. We hebben hem €1 gegeven. We zijn eindelijk thuis. En Kevin zegt dat we wat dingetjes moeten opstellen. We moeten allemaal houten latjes voor de ramen neerzetten. Om natuurlijk de ramen dicht te timmeren. En het zijn behoorlijk wat ramen, kan ik je vertellen. Laten we een latje pakken en laten we hem hier neerzetten. Kijk eens aan. En dat doen we met alle latjes. Kevin zegt, oké, dat is genoeg, denk ik. En weet je het zeker, Kevin? En het is ook al mega laat aan het worden. Ze kunnen hier elke minuut zijn, want het is 9 uur. En ze zouden hier om 9 uur zijn. En de inbreker zegt, verrassing! We weten dat je thuis bent! Oh nee, zijn hoofd steekt uit een brievenbus! Of nou ja, een brievenbus en kattenluik! Oké, we moeten op zijn hoofd springen om hem tegen te houden. Spring op zijn hoofd! Snel! Hier, dat zal je leren! Dat zal je leren, inbreker! Wegwezen! Ah! En hij schrikt en hij rent mega hard weg! We zijn te sterk voor hem! Doei, loser! En hij heeft de deur opengetrapt. En hij zegt, jullie kinderen hebben mega veel pech. Oh nee. Rennen! Hij zit achter ons aan, rennen! Oh nee. Moet ons verstoppen. Oké, naar de zolder. Ik ga hem hier verschuilen achter alle dozen. Hij is hier! Kevin zegt, ren naar de kelder, snel! Kevin, we zijn in de kelder en ik ben nog maar met 1 iemand anders. De rest is allemaal te pakken genomen. En hij zegt, snel, iedereen verstop je in een kast bij de oven. Oké, rennen. En daar komt de andere inbreker genaamd Marv. Hij komt de kelder in. Oh nee. Kevin zegt, niet bewegen. We moeten ontsnappen uit de kast, oké? En Kevin zegt, ik kan natuurlijk de oven aanzetten om hem af te leiden. Dan rennen jullie naar boven. Oké, Kevin, maar wel voorzichtig. 1, 2, 3. Rennen naar boven. Kom op, we kunnen niet voor altijd in dit huis blijven met die inbrekers hier. Waar moeten we heen? En Kevin zegt, volg me naar boven. Oké, waar is Kevin? Kevin zegt, we kunnen naar de boomhut via mijn raam. En de inbrekers komen eraan. En die zeggen, jullie zitten hier voor altijd vast. We komen jullie halen. Oké, we moeten snel zijn via het raam. We moeten via het raam naar buiten. Oké, het lijkt erop dat we dit helemaal moeten volgen naar de boomhut. En ik heb mega veel hoogtevrees. Hier wil je zeker niet naar beneden vallen. Oké, daarop. En daarop. Daarop. Kom op. Up, nog een klein stukje. En ik ben er, Kevin. Ik ben er. Het is gelukt. Alleen komen daar de dieven aan. En hij zegt, denk je dat je kan ontsnappen? We komen er nu aan. Oh nee. We moeten een schaar vinden, zegt Kevin. Wacht, we gaan toch niet de kabelbaan naar beneden halen? Er ligt hier een schaar. En we gaan het volgens mij naar beneden knippen terwijl hij Anders, doei doei! Ze zijn beneden en ze gaan de bomen platbranden. Maar wij zitten in de bomen. En Marv zegt, weet je dat zeker? Dat lijkt me wel een beetje gek. En al die zijn plan is heel erg gek. En hij zegt, verbrand ze Marv nu! Nee. En wacht eens even. Het is de oude meneer Jolly! Hij heeft ze neergeslagen! Kevin zegt ook al, je hebt ons gered. En meneer Jolly zegt, jullie hebben mij geholpen wanneer ik het nodig had. Dus ik help jullie nu. Hij heeft ons gewoon gered en ons leven gered. Dit was Home Alone Story.